Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Lekker Leven. Een woonwens van vele mensen. Leven in de directe nabijheid van de Arnhemse binnenstad en toch midden in de natuur. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar bij een bezoek aan het nieuwbouwproject langs de Rijn wordt al snel duidelijk dat hier ieders woonwens bewaarheid wordt. Midden in de Uiterwaarden, met uitzicht op de Rijn en de Arnhemse Eusebius, verrijzen hier twee prachtige wooncomplexen. Met zowel huur- als koopappartementen in diverse prijsklassen lijkt dit project nu al een groot succes. Volkshuisvesting pakt wel erg uit, hè, op deze locatie. Jazeker. We zijn er ook zeer trots op dat we dit gebouw kunnen bouwen. En het is toch een unieke plek in Arnhem. Een van de weinige plekken aan de Rijn waar je nog een woongebouw mag realiseren. Dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad. Maar het resultaat is hier zichtbaar. Ja, want je bouwt hier in principe bijna in de Uiterwaarden. Nou, zeker aan de voet van de dijk, en dat is in Nederland toch alweer vrij uniek. Dat mag eigenlijk nergens meer. Dus in die zin is het zeker een hele mooie plek geworden. Ook qua uitzicht, hè? Want je hebt een fantastisch uitzicht en dan waarschijnlijk ook de garantie dat het uitzicht altijd zo zal blijven. Ja, nou in ieder geval aan deze kant van de Rijn zeker. Je zit aan de dijk, aan de Uiterwaarden. Je kijkt prachtig uit over de stad en natuurlijk de historische brug. In de Uiterwaarden zal natuurlijk nooit gebouwd worden. En aan de overkant, daar verrijst op termijn nog een gewoon mooie nieuwe woonwijk. Dus dat is ook een mooi voordeel dat je mee kan nemen. En die hele wijk Malburgen, die is ook op de schop gegaan, is bijna niet meer te herkennen. Nee, zeker. Dat is een programma waar we al 13 jaar geleden mee begonnen zijn. 1500 woningen gesloopt, 3000 nieuwbouw. Dat heeft zich al laten zien in Malburgen op vele plekken. En dat is prachtig geworden. Er verrijzen hier twee prachtige woontorens. Eén daarvan gaan jullie straks verhuren. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het totale gebouw is 22 koop- en 33 huurappartementen. En de huurappartementen zijn ingedeeld 4 appartementen per woonlaag, per etage. De meeste kijken allemaal uit op de Rijn, zeker vanaf de balkons. Ruime balkons van 10 vierkante meter. De appartementen beginnen bij 95 vierkante meter en het loopt een beetje op naar 115 vierkante meter. Minimaal 2 slaapkamers, er zijn er ook met 3 slaapkamers, open keuken. Het wordt heel luxe afgewerkt. We hebben gekozen voor goede, duurzame materialen. En dat is gewoon een fantastisch appartement geworden. En alle appartementen hebben een balkon? Allemaal hebben ze een balkon, ja. En die zijn zodanig op de hoeken geplaatst dat iedereen eigenlijk naar beide kanten uit kan kijken. Je kan zowel de wijk inkijken als juist naar de Rijn en de overkant van de stad. Hoe zit het met het parkeren? Het parkeren is geregeld tussen de gebouwen in en onder het gebouw op begane grondniveau. Dat is in een afgesloten parkeergarage en die is zo ruim opgezet dat iedereen een parkeerplaats heeft, minimaal 1. Sommige appartementen, wat duurdere, die kunnen 2 parkeerplaatsen kopen of huren. Het is alleen bereikbaar voor de bewoners zelf met een sleutelsysteem. En er is ook nog ruimte voor bezoekers. Er zijn zeker 15 parkeerplaatsen voor bezoekers gereserveerd. Ja, en ook het veiligheidsgevoel, dat is hier prima, hè? Ja, je zit echt heel privé, om het zo te zeggen. De privacy is vanaf dat je het bruggetje overgaat richting je appartement en je woonplek. Dan ben je echt op je eigen stekje gearriveerd. Het exterieur is bijna afgebouwd. Wanneer verwachten jullie dat de eerste huurappartementen opgeleverd zullen gaan worden? De verwachting nu is in maart. Maar laten we zeggen, voorjaar lukt dat zeker. Dus als het nieuwe zomerseizoen weer aan gaat breken, dan hebben mensen de mogelijkheid om hierin te trekken. Als mensen meer informatie willen, waar kunnen zij terecht? Ze kunnen altijd Volkshuisvesting Arnhem bellen via het algemene nummer van ons. En dan krijg je altijd iemand aan de lijn die je van meer informatie kan voorzien. En mensen kunnen zich nu al in laten schrijven als zijnde geïnteresseerd in het appartement.
natuurlijk meer weten over de mogelijkheden. Maurice Vrijters van Roel Willemsen Makelaars kan ons meer vertellen. Ja, dit is een unieke plek, zeg maar, in de regio. Dicht bij de historische John Frostbrug, aan de Rijn, aan de natuur. En hier de ruimte die hiervoor is, is het, elk seizoen is het anders. Dus het is denk ik een unieke plek. Hoe is de belangstelling? Ja, de belangstelling is groot. We zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig met de verkoop. Ik denk dat het een van de projecten is waar de meeste belangstelling voor is die we in verkoop hebben. Hoeveel woonunits gaan jullie in zijn totaliteit nog verkopen? Het zijn 22 woningen in totaal. En die zijn allemaal in de verkoop. De toren die hiernaast komt, dat zijn er 33. Prijzen vanaf? Prijzen vanaf 2,21, 2,27. De doelgroep is eigenlijk vrij breed. Een eindje verderop staat ook al een appartementgebouw wat in het verleden gebouwd is. Als we daar gaan kijken, zien we dat het accent ligt op mensen 55 plus. Maar in feite kan het veel breder. Ook zeg maar tweepersoonshuishoudens zonder kinderen of met één of twee kinderen. Kunnen mensen meedenken over de kleur van de tegels of het model keuken wat ze zouden willen bijvoorbeeld? Ja, uiteraard. Dat zover is de bouw nog niet en mensen kunnen dat individueel bepalen. Standaard zijn de woningen al voorzien van goed sanitair en tegelwerk. En er zit standaard ook al een hele goede keuken in. En ook hierbij geldt parkeergelegenheid inbegrepen? Ja, klopt. In de prijs zit ook parkeergelegenheid in de kelder. En dat is natuurlijk ideaal. Je rijdt je auto erin en je loopt zo van binnen naar je appartement. Wanneer verwachten jullie dat de eerste woning helemaal klaar zal zijn? Ja, we verwachten dat dat in maart volgend jaar zal zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen graag een kijkje zouden willen nemen. Is dat mogelijk? Ja, dat is het voordeel van dat de bouw zeg maar in deze fase is aanbeland. Mensen kunnen nu ook echt binnenkijken. We hebben hier een informatiecentrum, daar zitten we van 3 tot 4. Maar we kunnen ook gewoon in het gebouw kijken. En dat kan er eigenlijk de hele week door, zolang de bouw geopend is. Dan moeten ze heel even contact opnemen met Roel Willemsen Garantiemakelaars. Of ze kijken heel even op de website langsterrein.nl. Niet alleen de unieke ligging, maar ook de kwaliteit van de gebouwen spreken tot de verbeelding. Ja, dit is een super locatie. Wij zijn er als aannemer ook heel trots op dat we dit mogen bouwen. We staan hier nu op de huurtoren, zoals jullie weten. Dus aan de andere kant achter ons is de kooptoren. En het is een heel hoogwaardig gebouw, zoals jullie ook zien. U had het net al over die mooie steen die eraan zit. Er zitten allemaal aluminium kozijnen in. Dus het is gewoon super binnen de kant ook, super afgewerkt. Er zit een hele mooie keuken, standaard al in. Vloerverwarming overal in. Ja, het is een locatie waar menig iedereen zou zeggen, ja, nou, daar moet je echt wonen. Dus, en als je nu huurt of als je nu koopt, is gewoon uniek. Ja, want het wordt natuurlijk heel markant hier allemaal. Wat doet dat nou met je als bouwer, dat je ook qua materiaalgebruik en dergelijke zo mooi mag bouwen? Nou, voor ons als bouwer is het heel belangrijk dat wij dus een goed stukje werk mogen maken, een goed product kunnen leveren. Kijk, dat ligt ook vaak aan de opdrachtgever. Samen maak je zo'n mooi gebouw. Dat is ook qua isolatie hoogwaardig. Er zit 12 centimeter isolatie, een Kingspan plaat die enorme isolatiewaarde heeft. Wat ook straks uitwijst dat de stookkosten heel laag zijn. Dus dat is, ja. En wij zijn er hartstikke trots op. Wij kunnen over onze eigen PR, is hartstikke mooi, wij op onze website zo'n gebouw kunnen laten zien. Ook zo'n locatie die we hier dus hebben. Vanmorgen hebben we het over gehad, over de moeilijkheden die je hier meemaakt, omdat je niet altijd de hele winter in de dijk mag bouwen. Nou, dit is een locatie waar je niet zegt van hier wil ik niet wonen, dan ga ik volgende week naar een andere locatie, want die is er op dit moment nog niet. Dus we hebben gezegd, als dit dus heel goed verloopt, dan zou op termijn nog wel meerdere locaties kunnen komen waar we ook misschien nog in de dijk kunnen bouwen. Jullie willen proberen om voor de winterstop in ieder geval voor te zorgen dat jullie kunnen gaan beginnen met de afbouw. Gaat dat lukken? Ja, we zijn een groot gedeelte al begonnen met de afbouw. Bij de huurtoren zijn we nu met de binnenwanden bezig. Volgende week begint de cementdekvloer, die komt erin. Zoals het nu lijkt, zijn we voor de winter glas- en waterdicht. Het dak van beide torens is al waterdicht. Voor de winter hebben we ook het glas erin zit, is stegenweg. Kunnen we de parkeergarage die hier tussen zit, kunnen we ook dan afbouwen. Maar in ieder geval dan kunnen we met de woningen verder. En ook al, ja, of we moeten inderdaad 25 graden vorst geven. Maar met een beetje vorst kunnen we ook deze winter gewoon door. Zodat we in maart toch de bewoners kunnen verwelkomen. Het is en blijft een poldergebied eigenlijk. Hoe zit dat nou met hoogwater? Loopt er geen water hier in die parkeerkelder? Nee,
Dus dat is het parkeergeld is op het maaiveld. Wat we dus van de zomer wel hebben gehad, of van het voorjaar, toen het water in de Rijn stond toen heel hoog. Toen stond inderdaad, zoals jullie naar beneden keken, daar staat toen aan de dijk. Toen dacht iedereen wel, goh, nou is nu al nog maar maart. Hoe gaat het van de winter? Maar we hebben nu anderhalf jaar straks aan bouwen. En we hebben dat, wat dat betreft geen last gehad van water. En ook niet zegt van, goh, het water loopt in de parkeergarage. Wanneer verwachten jullie dat de eerste woningen opgeleverd zullen zijn? De eerste woningen die gaan uit dat de winter moet erg streng zijn. Maar normaal gesproken zijn februari, maart dat de eerste woningen gebruik kunnen maken van de woning. Wat is wat jou betreft nou het meest unieke aan deze gebouwen? Het meest unieke aan deze gebouwen is wat wij, nou, wat we net ook hebben gezegd, het gebruik van de materialen. Waar wij ook als bouwer achter kunnen staan. Wij moeten ook 10 jaar garantie geven. Nou, en dan kunnen we op dit moment een gerustheid geven. Want de kwaliteit van de materialen die gebruikt zijn is dermate goed dat het inderdaad kan. En wat ook heel mooi is, straks dan zie je ook als je vanuit de bovenkant kijkt. Dan zie je van de parkeergarage zie je eigenlijk helemaal niks. Er komt een groen dak op. Dus hij valt, in principe valt de parkeergarage die valt gewoon straks weg en je houdt gewoon twee torens over. Terwijl hij de hele garage ergens tegen de dijk aangebouwd is en hij valt niet op. En ik denk ook wel de ruimte van de objecten. Hè? Ja, en de ruimte is, ik denk ook dat de mensen straks, die bruggen die er nog gemaakt worden, waar het ook over gaat, als die klaar is, de mensen die gaan het bruggetje over en dan zijn ze eigenlijk op hun eigen domein. Dus ja, je hebt er ook van de buren, ja, wel van de buren, de naaste buren, maar van de rest van de omgeving geen last. Het is een heel unieke locatie, is helemaal vrij, dus ja, is iedereen aan te raden. Wil je meer weten over project Leven langs de Rijn? Neem dan een kijkje op www.langsderijn.nl of op www.roelwillemsen.nl.